Hallo allemaal, dit is een iPad en dit is de 1, 2, 3, 4e, of nee, het derde scherm eigenlijk. Je kan ook zeggen het vierde scherm. En er zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 schermen. Dit is de 4e, dit is de 5e, dit is de 6e. De 7e, de 8e, de 9e. En je kan het ook uitbreiden. Maar er zijn nu een beetje te veel op. Nu zijn er al een beetje te veel op. Nu ga ik naar het eerste. Of eigenlijk, ik ga naar deze in het tijdbegin. WS. Jee, moet ik oppassen dat ik dat scherm niet verplaats. Een beetje vaster zet, denk ik. WSJ. Dat is Wall Street Journal. WSJ. En dan. Dat scherm is nog steeds niet stabiel. Moet ik even kijken, oh ja, ik denk dat ik het weet wat het is. WSJ. Het is een beetje, ik weet niet of het helemaal goed doorkomt. Ja, dit is beter, WSJ. En dan, alleen heb ik het verkeerd ingetypt, WSJ. Is nog steeds te wiebelen zoals je ziet. En dan kom. En dan ga ik naar Search Web. En dan moet ik het goed aantikken. Dan zoekt hij het op. En dan hier heb je alles hier. En het is wel interessant om bijvoorbeeld aan de linkerkant heb je Siri, als je er een beetje langer indrukt. What can I help you with? I found it already. Ik weet niet of je kon horen, maar ze zei, would you like me to search the web for cannot cue waves? I don't know why. Ik weet niet waarom ze dat zegt. Nou, in ieder geval, dit is Wall Street Journal. Breaking news. En hier heb je breaking news. Eens kijken of we iets leuks kunnen vinden. Flying is safest in the dawn of jet. Age. Oh ja, dat is interesting. The future, de toekomst van de geneeskunde is nu. En dan zie je allemaal over de verschillende dingen. De human genome project, een DNA. Growing a heart, dat ze een hart kunnen laten groeien, dat kinderen die een half hart hebben. En dan DNA sequencing voor routine check-ups. Ik weet niet of dat goed allemaal leesbaar is, maar dat zal ik dus proberen zo te formateren dat het kan worden gelezen. Dit zijn al die dingen van health in the palm of your heart, on your hand. Dat is over de iPad, of de iPhone. Rechecking.
rejecting your genes, enzovoort, enzovoort. Nou haak je hier vandaan, klik ik hier op één keer, en dan ga ik naar de boeken. Ik heb heel veel leuke boeken. En hier, die zijn dus hier. Er zijn twee soorten. Ik heb deze en ik heb Kindle. Ik zal de Kindle laten zien. Kijk, dit is een boek dat is open in de Kindle. En dan ga ik hier naar alle Kindle boeken. Dit is Mind Beyond Death. Dit is Autodesk. Power to the Patient, sorry. Al die boeken. Healing Through Exercise, Stephen Hawkins. Ja, als je er op klikt, dan krijg je dat hele boek. Kun je er doorbladeren. Hierin, ja. Dan haak ik naar een andere toe, die iPad. En dan klik ik weer aan de linkerkant. En kijk hier. En dan krijg ik Collections. Ja, al die boeken die heb ik onderverdeeld in collections. En dan bijvoorbeeld PDF, dat zijn dus al deze PDF boeken. Een boek van Steve Jobs. En dan Windows 7, Secrets. Dus al die boeken, het is een boek van 707 bladzijden of nog meer, 791, 864, 933, 1011. Dus het is nog wat, index van 1011. Dat zijn allemaal onderverdelingen. Ik weet niet of als ik hierop klik, of dat boek dan, of dat hoofdstuk dan open gaat. Ik kan wel eens kijken. Maar als het niet open gaat, dan kan ik gewoon gaan naar 961, wou ik zeggen. Maar ik weet niet zeker of dat lukt. Ik kan gewoon naar de onderkant gaan. En dan kijk, hier is 25. En dan kan ik gaan zoeken 961. Weer, ik kan dan hier, kun je zo opzoeken. Dit is niet zo handig, maar je kan het wel vinden uiteindelijk. Weet je wel, 932 enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het zijn allemaal die bladzijden van die boeken. Nou ga ik nog aan één dingetje en dat is, dat heb ik ook al gedaan in het Engels. En dat is over die, oh sorry about that. En dat gaat over de talen. Kun je talen leren. En kun je in Duits of in of in Frans of zo. En dat is hier. En dan moet ik even kijken wat het is. Er zijn er zoveel. Ik zie het niet zo gauw. Ik kan dus van onder gaan haken hier en dan klik ik twee keer. Nog twee keer en dan krijg je ze hier allemaal. En dan kun je ze op gaan zoeken. Nou, ik zie het zo gauw niet. En waarschijnlijk kijk ik er overheen.
Dat moet ik hier wel zijn. Maps. Contacts. iTunes. Eens kijken of ik naar iTunes kan gaan. En dan en of ik de muziekstations kan vinden. En dan wil ik stoppen, ik wil het niet te lang maken. Dat zie ik hier niet. Oh ja, mute. Nee, dat is niet. Ik moet radio hebben, dat zie ik hier niet. Radio. Ik zie dat niet, radio. Oké. Nou, dan stop ik maar, anders wordt het te lang. En ik hoop dat de layout heel erg goed is.